gemeente Nijmegen heeft vanochtend een witte streep geschilderd op een muur in de Eerste Walstraat. De streep was daar in de Tweede Wereldoorlog aangebracht door de Duitsers, maar is later vervaagd. De streep moest voorkomen dat Duitse chauffeurs die kwamen vanuit de Piersonstraat in het donker rechtdoor tegen de tuinmuur op zouden rijden. De 92-jarige Jo van Son had de gemeente gevraagd om de streep opnieuw te schilderen. Van Son woonde ten tijde van de oorlog op de hoek van de straat. In de nacht van zondag op maandag woedden er 3 autobranden aan de Wildschut in Malden. Een van de auto's is van dezelfde eigenaar als een auto die eind december op exact dezelfde plek uitbrandde. Zijn auto raakte deze keer minder beschadigd dan de wagens die ernaast geparkeerd stonden. De man geeft aan geen idee te hebben wie er achter de brandstichting zit, maar denkt wel aan een doelgerichte aanslag. De Spar op de Radboud Universiteit opende maandag haar deuren. De supermarkt heeft de naam Spar University en is gevestigd onder in het Erasmusgebouw. De Spar University richt zich op gezondheid en het tegengaan van verspilling. En daarom wordt er in de winkel geen tabak, alcohol en kauwgom verkocht. Wel worden er verse sappen aangeboden en zijn er verschillende soorten koffie te halen. Maar klanten hoeven niet bang te zijn dat er geen vette hap verkrijgbaar is. Het frikandelbroodje zit bijvoorbeeld gewoon in het assortiment. Na de zomer is het de bedoeling dat bestellingen tot aan de deur van de collegezaal bezorgd gaan worden. Verschillende Nijmegenaren liepen afgelopen zaterdag hand in hand naar het station. Daar pakten ze de trein naar Arnhem om mee te doen aan de hand-in-hand-actie op het Gele Rijdersplein. In de trein werden bloemslingers uitgedeeld om de handen symbolisch aan elkaar te verbinden. De Nijmeegse actie werd georganiseerd door de Stichting Roze Woensdag in samenwerking met COC Nijmegen en jongerenorganisatie DITO. Aanleiding voor de actie is het nieuws dat 2 mannen in Arnhem zijn mishandeld terwijl ze hand in hand over straat liepen.